Hey, Kerst, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En dit is even heel interessant. Ik heb dit clipje wat ik nu wil gaan doen. Ik heb het al eerder opgenomen, maar ik was er niet helemaal tevreden mee. Dus ik wou het opnieuw doen. En ja, toen ik stopte met opnemen, crashte mijn SimCity. En dus mijn vooruitgang is niet opgezagen. Niet dat ik veel had gedaan. Ik had wel iets bijzonders gedaan. Ik heb de hele layout compleet weggevaagd. Ik wou opnieuw beginnen. Ik ben er gewoon niet tevreden mee hoe dit eruit ziet. Ik weet niet of jullie dit mogen, maar ik vind het gewoon veel te random. En dat is niet echt mijn ding. Nou, het is wel mijn ding, maar ik heb het gevoel dat ik het niet goed kan uitvoeren. Dus ik heb liever iets met wat meer structuur, wat misschien symmetrisch is aan beide kanten. Want dat kan ik gewoon mooi werken met deze weg in het midden. Ook al gaat het niet helemaal recht, maar ja, dat is dan jammer. Dus wat ik eigenlijk wil doen is alles weghalen. Alles wat we tot nu toe hebben gebouwd, alle wegen, alle parken, die hebben dus helaas wel geüpgrade. Dat is vervelend. En dat heb ik dus ook al gedaan, maar dat SimCity crash is het niet opgeslagen. En dat is eigenlijk gewoon fijn, want ik wou het clipje toch opnieuw doen. Dus ik ga gewoon alles weghalen. Ik hoop dat we deze episode ja, wat beters kunnen bedenken. En het wordt natuurlijk geen standaard grid of wat dan ook. Ja, dat is enorme geldverspilling, maar ik wil gewoon. Ik weet niet, ik vind er gewoon niks, helemaal niks aan. Ja, ik wil geen standaard grid, maar ik wil wel wat structuur. En misschien kunnen we gewoon in plaats van ja, vierkanten, wat we normaal gesproken hebben, vierkante rechthoeken, kunnen we gewoon structuur maken, maar dan gewoon met wat andere vormen. Dat moet gewoon lukken. Oké, okay, dus zijn nu nog maar 33 mensen in de stad. Ja, mensen hebben geen water. Dat komt later. Ik ga eerst even nadenken over de layout. Ik ga of keer maar een beetje experimenteren. En dan als ik wat heb, kom ik terug. Ik hoop deze episode ook een treinstation te bouwen. Ook al is dat niet vreselijk nuttig. Maar het gaat er wel cool uitzien. En dat is ook waar het om gaat bij deze stad. Dus we willen waarschijnlijk. Ja, waar willen we een treinstation? In ieder geval hier ergens. En dan laten we het hier een beetje het spoor langs gaan. En die gaat dan naar de industrie. En waarschijnlijk ook naar beneden. Gewoon omdat we daar wat leuks mee kunnen doen. En hoe is daar nog een gebouw? Dat is best bijzonder. Kijk, zijn er nog meer gebouwen? Ja, hier is ook nog gewoon een gebouw. Dat is interessant. Dus we kunnen tunnels maken met het spoor. Ik denk dat we er gewoon leuke dingen mee kunnen doen. Zeg maar, qua dingen die er goed uitzien. En nu ik het toch over openbaar vervoer heb, willen we misschien ook een vliegveld hier bouwen. Nou, dat is niet iets voor de nabije toekomst, want dat kost 85.000. Want het schijnt dus als je in twee steden een vliegveld bouwt, dan kan je dus wel geld transporteren tussen die steden. Want nu kan ik geen geld van daar naar hier halen, omdat er geen directe wegverbinding is. Dus dat is gewoon heel erg stom. Het zou dus wel moeten kunnen met een vliegveld in beide steden. Dus dat is nog een optie als we dat willen. Als we die 50.000 hier hebben, dan kan ik het hier plaatsen en dan kunnen we een paar miljoen naar deze stad sturen en dat zou heel fijn zijn. Maar dat komt dus later wel. Ik ga nu eerst even experimenteren met de layout. Ja, dit is niet zo vreselijk. Dit ziet er nog niet heel random uit. Dat gaat misschien ook wel. Maar dit was gewoon. Ja, ik vond gewoon echt helemaal niks. Het is natuurlijk jammer voor de mensen die het wel leuk vonden, maar toen ik de episode net had gemaakt, had ik al zoiets van: is dit wat ik wil? En nu ik zeg maar andere plannen heb, denk ik dat is niet wat ik wil. Ik wil wat anders. Ik wil iets waar ik echt trots op kan zijn. En ik heb het idee dat ik daar niet echt trots op kan zijn. En nog iets voordat ik ga beginnen. Ik wil ook nog wat gaan doen met megatons in de stad. Want ja, zoals jullie weten, jullie hebben het al gemerkt. In deze stad draait het echt om ja, interessante wegen, interessante verbindingen met treinen, wat dan ook. We zijn nu al begonnen met iets wat er beetje interessant uitziet. Maar ik wil overal. Kijk, ik kan die spiralen bouwen van wegen. Ik kan spiralen bouwen van sporen. Waar kunnen we nog meer spiralen van bouwen? Van maglevs. Heten ze zo? Ik weet het niet eens. Want het zou. Ja, het zou best kunnen dat ze een andere naam hebben. Maar je hebt natuurlijk de megatons. En je hebt ook nog een transporteermiddel tussen megatons. En dat heeft een naam. Het is net als een zweeftrein, maar dan een stuk hoger in de lucht en alleen tussen megatons. Dus dat zouden we kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld daar een megaton hebben en dan op de vijfde verdieping een maglev station en dan bij die andere op de achtste verdieping dan verbinden. Misschien met een nutteloze spiraal ertussen.
En het idee wat je dan krijgt met al die spiralen, dan krijg je ook een beetje een futuristische look, heb ik het gevoel, als je gewoon al die spiralen hebt en wegen die alle kanten op gaan. Maar op de grond wil ik in ieder geval wel wat structuur hebben. En in de lucht is misschien wat minder, met wat meer spiralen overal. Nou, ik ga even kijken naar de wegen. Ik begin gewoon met zandwegen, want we moeten nog geld over hebben voor de standaarddiensten die we nu net allemaal hebben gesloopt. Dus ja, ik begin gewoon even simpel. En dan ben ik zo weer terug als ik wat vooruitgang heb gemaakt. Oké, daar is het. En ik ga meteen even mijn spel opslaan voordat het weer crasht. Want het blijkt dus dat SimCity minder vaak automatisch opslaat dan ik had gedacht. Want ik heb het nu voor de derde keer moeten slopen omdat het weer was gecrashed en niet was opgeslagen. Dus ik ga nu handmatig opstaan elke paar minuten om dat soort dingen te voorkomen. Dus dit is leuk. Ik denk dat het er best wel cool uit ziet. Zeker vanaf hier ziet dat weegpatroon cool uit. Het lijkt net een soort van olifanten vanaf hier met hele dikke poten. Maar ik denk dat het er best wel cool uit gaat zien als je uiteindelijk hier grote flatgebouwen hebt, daar grote flatgebouwen, daar grote flatgebouwen. En dan hier misschien gewoon laagbouw of gewoon wat parken slash bomen ertussen. Dus dat je echt een beetje die vorm hebt. Het is best wel recht dit begin. Maar dit was iets waarvan ik dacht dat het best wel goed zou kunnen werken. En ik denk dat het ook wel. Ik denk dat het ook wel goed werkt. Kijk, het is heel erg recht, maar het is zeker geen standaard grid patroon. Het is heel erg anders. En dit is waarschijnlijk niet het meest efficiënte manier voor verkeer. Maar dat is ook niet echt waar we voor gaan in deze stad. Nou, nu wil ik dus nog even wat dingen toevoegen. Ik wil eigenlijk nog wat tunnels en bruggen gaan bouwen. Want dat is natuurlijk altijd heel erg altijd iets heel erg interessants om toe te voegen aan wegen. Oké, dus ik denk dat ik al meteen iets weet wat handig zou zijn. Dus dit ziet er niet alleen goed uit, maar het zou ook gewoon goed zijn voor het verkeer, denk ik. Oh, dit ziet eruit alsof we buiten de stad gaan. Nou, nee, het stopt daar gewoon. Oké, ik dacht al dat zou niet moeten kunnen. Zou wel cool zijn, maar even kijken. Oké, dat werkt bijna. En dan is het plan om hier naar beneden te gaan. Kan dat? En ik ben eigenlijk vergeten of je met een zandweg naar beneden kan, want dat zou wel fijn zijn. Oh, kijk, dit werkt. Nee, dit werkt niet. Ja, oké, dat lukt. Je moet wel enig naar beneden. En nee, je kan helaas niet met de zandweg naar beneden. Dat is wel jammer, maar dat is ook wel te verwachten. Het is natuurlijk gewoon een heel erg simpele weg. Oké, kunnen we dit goed tekenen? Nee. Maar weet je, ja, ik ga het straks wel even verder proberen. Want om nu al op te geven zou natuurlijk stom zijn. Maar ik wil nog even wat uitleggen. Ik denk dat dit uiteindelijk een heel druk kruispunt gaat worden. Dat moet ik eigenlijk wel. Het is het. Dit is waar al het verkeer van de stad binnenkomt. Er is geen andere mogelijkheid. Ja, je hebt hier het spoor, maar hier komt gewoon al het verkeer binnen. Ja, wat op wegen rijdt. Dus dat wordt gewoon belachelijk druk. Daarom is het misschien het beste om. Ja, voor mensen die hier wonen, die daarin willen, is het misschien het beste om. Ja, door een tunnel te gaan. En ik weet niet zeker of dit echt een goede manier was. Want nu lijkt het weer een beetje ongelijk. Want hier zit het op zo'n puntje aan de bovenkant en hier zit het gewoon. Ja, ik weet niet. Jullie zien waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Hier lijkt het gewoon door te lopen tot de grond en daar zit het aan zo'n puntje. Ik weet niet of dat echt veel uit gaat maken. Kijk, het hoeft ook niet. Het hoeft ook echt geen perfecte, uitgerekende vormen te zijn. Dat hoeft nou ook weer niet. Oh, en hier zie ik eigenlijk een best goede kans voor een mooi patroon. Die weg gaat er wel een beetje overheen, maar er is ook niet echt een andere kant waar we daarmee op kunnen. Dat zou heel cool zijn. Jullie zien hier een beetje. Ja, wat nou als we dit doen? Als we dan hier ergens het stadhuis maken, dan heb je dat echt als centraal punt van de stad. Ja, weet je, laat die tunnel, die doe ik straks wel even. Ik vind dit even interessanter. Oké, als we dit nou even allebei kunnen toevoegen. Dus dan hebben we echt een soort van focuspunt. Kijk, en als het goed is kan ik. Ja. Oké, zou moeten werken, alleen hebben we last van de bocht. Ik geloof dat je zelfs gewoon met het rechte. Oh nee, wacht, dat werkt niet. Ik dacht dat hij gewoon de gidsen zou volgen, zelfs met het rechte doel. Zijn hier opties voor? Nou, misschien niet. Misschien moet een beetje afwijken. Ik weet niet of het spel dat leuk vindt. Nee, dat vinden ze niet zo leuk. Nou, dan ga ik eerst even voor de. Nee, heb ik dat serieus. Nou, misschien is het wel cool. Nee, ik ga het wel slopen. Dat heb ik niet serieus gedaan, hè. Het is toch weer lastig om te switchen tussen de twee weegsystemen van Skylines en van SimCity. Oké, dus ik ga nu gewoon even dat doen. Maar hij moet wel natuurlijk mooi uitkomen dat dit
net zo in dezelfde hoek gaat, zeg maar, als de. Is het nu serieus weggegaan? Dus dan heb ik geen idee wat ik hier moet doen. Nou ja, dan trek ik wel gewoon even een lijn. Hopelijk is dat ongeveer recht. Zo, en dan. Zo, dat zal het wel ongeveer zijn. En dan kan ik nu, als het goed is, de bocht gewegen doen. Hopelijk komt het nog terug, zeg maar. Ja, oké, okay, dat komt nog terug. Het is altijd maar een beetje de vraag of het werkt. Oké, okay, bochtige weg. Doe je best. Nee. Nou, dat kan ermee door. Ja, ik denk dat we het gewoon even wat langer doortrekken. En dan zien we later wel wat we houden en wat we niet houden. Okay, ik wil ook wel even. Ja, dat is wat we willen. Het is niet perfect. Even kijken, wat nou als ik daar begin? Dat is misschien. Dat is beter. En dan moet ik dat alleen nog even verbinden. Ook al is het ook niet helemaal recht. Maar ik kan nu misschien vanaf daar gewoon een bochtige weg. Ja, dat werkt. En hij zit daar nu misschien net iets lager. Nou, dat scheelt niet heel veel. Oké, dat is misschien cool. En even kijken. Laten we even verder kijken naar de grids. Wat kunnen we nog meer toevoegen? Kom op. Ja, dit zag ik dus ook. Dit vond ik ook heel cool. Alleen hebben we natuurlijk wel de weg. Die hier een beetje in de weg staat. Maar ik wil ook eigenlijk de locatie van die weg niet aanpassen. Weet je wat, we kunnen ook gewoon doorgaan met dit idee. We kruisen gewoon die weg. En het is nu niet perfect recht. Misschien als ik het zo doe. Ja, dat is beter. En dan gaan we. Oeps. Gaan we daar ook gewoon door. Maar dit vind ik al een stuk beter. Oeps. Dat vind ik al een stuk beter dan de eerste layout die we hebben geprobeerd met de kronkelige wegen. Dat werkt niet helemaal. Ja, dat is even waar ik het bij ga. Waar ik het. Ja, ik ga het daar even bij laten voor die kant. En dan. Kijk, dit is eigenlijk een grid systeem. Maar het is niet je gebruikelijke grid systeem. Het is een heel stuk cooler, vind ik. Oké, dan kunnen we dat nog toevoegen. En dat. En het grid past zich. Oeps, dat is niet de bedoeling. Het grid past zich best wel mooi aan de bochtige wegen. En ja, we hebben nu ook al bijna gewoon 30.000 of zo uitgegeven aan wegen. Maar het ziet er heel cool uit. Ja, dat gaat heel cool zijn. Nou ja, waar komt nu het stadhuis? Laten we dat even eerst. Nou ja, hoe duur is het? Oh nee, dat is gratis. Oh, dat past niet eens. Dat had ik niet aan gedacht eigenlijk. Dus dat moet dan weg. Willen we dat? Misschien niet. Zijn er meer opties? Ja, het kan aan de zijkant. Maar we willen juist dat dat echt het focuspunt is. Nou, weet je wat? Dan haal ik die wegen wel gewoon weg. En dan kijken we wat we kunnen doen. Waarschijnlijk moeten we daar één rechte weg toevoegen. Als er dan nog genoeg ruimte achter is. Oh, dit kan ook nog een bocht worden. Maar ja, de bocht is dan te scherp. Oké. Zo. Nee, bocht is scherp. Oké, dus het scheelt. Het komt hier echt aan op de millimeters. Kijk wat het. Wat voor klein verschil het is. En dan werkt het opeens wel. Ja, nu lijkt het gewoon een rechte weg. Ook al is het dat net niet. Ah, nee, werkt niet. Bovenop de weg. Dan moet ik het iets dichter daarbij hebben. Dat zou ik eigenlijk liever niet willen doen, want we dan een kruispunt hebben. Nou, dit gaat waarschijnlijk ook niet werken. Nee. Hoe gaat het hier ooit passen? Ik denk dat ik daar even wat meer mee moet puzzelen. Oké, mensen. Zoals je ziet is het me niet gelukt om het gemeentehuis op de goede plek te krijgen. En. Oké, nu kan ik het niet opnieuw plaatsen. Maar. Je kan het hier ook zien. Het heeft eigenlijk gewoon een best grote achtertuin waar ik niet aan had gedacht. Dus het zou hier gewoon nooit kunnen passen. Ik heb een paar dingen geprobeerd, maar het werkt gewoon allemaal niet. Dus voor nu staat hij daar. Misschien wordt het later nog aangepast. En deze weg. Ik denk dat ik er eigenlijk wat anders mee ga doen. Ik dacht dat het cool was om meteen zoiets groots te hebben, maar het belemmert eigenlijk gewoon een beetje het zicht. Zelfs als we het rechtdoor zouden doen, zou het denk ik niet de beste optie zijn. Ik denk dat we deze weg gewoon hieronder door moeten laten gaan. Dan komt hij er hier ergens uit en dan maakt hij hier een mooie bocht naar boven. Dat is het plan. Heb ik nu geen geld voor, dus ik heb hier zones aangelegd zodat er mensen de stad in kunnen komen. Dat is even alles wat ik voor nu ga aanleggen. Dat zou aardig wat moeten zijn. Laten we. Ja, weet je wat, ik doe dat hele dingetje ook nog wel even. Dat lijkt. Toevallig genoeg gewoon op een huisje, wat best wel cool is. En ik denk dat ik hier in plaats van een tunnel een. Ja, ik ga hier gewoon een viaduct overheen maken. Dat lijkt me iets mooier. Ik hoop dat het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden als we daar op dit kruispunt verkeersproblemen gaan krijgen. Dus ik had eerst een tunnel gebouwd. Die kostte geloof ik echt 7000 euro. En toen heb ik hem weer gesloten omdat het niet goed genoeg uitzag. Dus ja, dat is waar mijn geld heen is gegaan. We hebben nog wel water nodig. Maar zullen we dat eens doen? Ik denk dat ik dat voor nu. Ja, ik doe het hier al even in uithoek. Dat zou goed moeten zijn. Wat hebben we nog meer gesloopt? Ik heb. Ja, we hebben een stortplaats. Die staat daar gelukkig. We hebben geen brandweerkazerne. Geen.
Geen kliniek, geen politie, dat hebben we allemaal gesloopt. Geen school, dus dat is aardig wat geld wat ik nodig ga hebben. Nou ja, ik laat de mensen gewoon binnenstromen. Dat staat... Oh! Oké, dat is schokkend. Dat is schokkend. Wat kan ik doen? Verhoogde belasting, sluit de lening af. We gaan een lening afsluiten. Oké, dat had ik even niet voorzien. Lening. Ja, ik geloof niet dat we veel keuze hebben. 42.000, oké. Je kunt de snelheid weer aanpassen. Hou een oogje op je budget. Als het goed is, zouden de mensen nu binnen moeten kunnen stromen. En dan halen we het natuurlijk makkelijk. Maar dat was even heel slecht. Ik had net al mijn geld uitgegeven aan die watertoren, maar... was natuurlijk beter geweest om eerst de mensen te laten opbouwen. Nou ja, alles. We gaan meteen even de belastingen aanpassen. Wat was ook weer? Hier kunnen we 12%. En uiteindelijk willen de belastingen ook wel op 0 hebben. Maar zijn we nu natuurlijk nog niet klaar voor. Dit allemaal op 10. Ik geloof dat dit het was. Zo. Dacht ik. Ik weet niet meer precies wat de ideale ratios waren. Ja, budgetproblemen. Ik weet het. Dus ja, het is best wel jammer. Want ik had... in de volgende hebben zodat ik al die wegen nog geüpgrade. En dat is nu natuurlijk ook allemaal weggegooid geld. Dus ja, dat is jammer. We beginnen nu gewoon weer met zandwegen. En we hebben eigenlijk aardig wat geld te besteden. Wil ik het meteen uitgeven? Misschien wel. En ik weet niet zeker of ik uiteindelijk doorga met het hele idee van... dat we alle diensten zeg maar op een verhoogd stukje land zetten. Ik weet ook niet of ik dat uiteindelijk nog mag eigenlijk. Oké, waarschijnlijk... Dit lijken me eigenlijk best goede plekken voor al onze diensten. En uiteindelijk ook het gemeentehuis hopelijk, als ik dat uitvind. Dus brandweerkazerne. We kunnen best wel een brandweerkazerne kwijt op eens zo'n plotje met wat anders erbij. Want aan het begin hebben we weinig upgrades nodig. Dus brandweerkazerne kost... Nou, meestal is kliniek het meest dringende. 20.000, dat is ook best wel klein. Even kijken als ik dat doe. Nou, ja, als we upgrades willen hebben, toch wel weer een volledig plot nodig. Weet je, we kunnen ook gewoon een... kliniek bouwen met een paar upgrades en dan misschien nog met een park in de achtertuin. Dat is dan misschien het beste, want ik denk toch niet dat het handig is om hier nog een brandweerkazerne tussen te proppen. Ja, dat zou wel werken, maar gewoon geen ruimte voor upgrades. Nou ja, wat ga je nou allemaal upgraden hier aan? Waarschijnlijk gewoon twee brandweerkazernes erbij, dus misschien kan het ook wel. Zou wel heel veel ruimte besparen. Nou ja, we hebben hier meteen al een beetje opstoppingen. Dus ik denk dat die dat via de ductus zeker moet komen. En mensen zijn nu nog steeds aan het opbouwen. En we verdienen nu ook aardig wat. Dus dat is mooi. Ik ga even wachten totdat we wat meer geld hebben. En dan ja, ga ik verder met het bouwen van de diensten hier. En misschien beginnen we ook wel alvast met een paar parken. Om dit net even iets mooier te maken. Oké, er is iets geks aan de hand. Oh ja, ik heb trouwens deze gebieden ook alvast een zon gegeven. Omdat we die natuurlijk niet in de nabije toekomst voor gaan krijgen met diensten. En dus ja, dit gaan we natuurlijk sowieso niet vol krijgen met alleen de standaard dienst. Misschien komt er ook wel iets interessants met diensten bedoel ik in dit geval gewoon interessante gebouwen. Misschien komt er wel een toeristische attractie. Gewoon ja, dat we hier wel wat ruimte hebben die we eventueel nog kunnen gebruiken voor ja, misschien wat toeristen. Of misschien zou een megaton cool zijn. Ja, wat nou als we hier gewoon dat kruisje weghalen en hier gewoon een megaton hebben en daar een megaton. Nou, als je het mij vraagt, zou dat echt geweldig zijn. Nou, dan moet die weg natuurlijk wel eerst weg. Maar we hebben 20.000. Laten we even... nou, weet je, ik laat de tijd wel gewoon lopen. Laten we even een brandweerkazerne bouwen, want dat gaat ook nodig zijn. Gaan nu wel een paar huizen weg. Dat is jammer. Maar, ja, niks aan te doen. Dus we hebben een brandweerkazerne. De volgende missie is een school. Nu al veel gezondheidsproblemen. Oké. Het volgende plan is om een school te gaan bouwen, maar het kost ook weer 16.000. En mensen zijn al aan het upgraden... vanwege hoge landwaarde. En ik zag iets heel geks. Mensen klagen over de waarde van hun land. Dat vind ik heel vreemd. Ik weet niet echt waar het voorkomt. Want er is nergens lage landwaarde. Alleen bij de industrie, maar er woont natuurlijk niemand. Dit zorgt voor een lage landwaarde. Maar je ziet als je naar de grond kijkt dat het helemaal geen effect heeft. En dus ik weet niet echt waar die klachten vandaan komen. Ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen met parken. Want de waarderingscijfer is niet al te hoog. Oké, is dat nooit aan het begin. Maar dat is in ieder geval wel een excuus om te gaan beginnen aan parken. De vraag is natuurlijk eerst parken of eerst een basisschool. Waarschijnlijk is een basisschool wel iets belangrijker. Maar ik heb meer zin in de park, dus dat ga ik maar doen. Oké, dus niet al te duur. Zeker niet al te duur. Koninklijk Wonderpark. Misschien moeten we ook gewoon even klein beginnen. We willen niet meteen alles hoge landwaarde hebben waarschijnlijk. Middengroot Wonderpark. Ah, dat is nog heel erg klein eigenlijk. Ja, als je echt iets groots wil, moet je geloof ik toch naar de duurdere. Oh, dit is...
Deze is echt heel mooi. Oh, dit is geweldig. Dit past precies. Het is heel duur, dus dat gaan we nu niet doen. Ja, ik bouw er misschien eentje. Gewoon om te zien hoe het eruit ziet. Het is ook heel duur per uur. Maar dit ziet er heel mooi uit. Ja, dat is heel erg cool. Stadspark. Weet je wat het is? Het staat op de tweede pagina en ik kom daar gewoon nooit. Oh, hier kom ik ook nooit. Oké, hier kom ik ook nooit. Ik weet dat dit ooit is toegevoegd in een update, maar... Oh, dit is zo cool. Ja, hier heb ik gewoon nooit mee geëxperimenteerd. En wat gebeurt als ik dit upgrade? Oh, ze blijven staan. Dat is geweldig. En ik wil niet meer geld uitgeven, maar dat is echt heel mooi. Ik wist dat het was toegevoegd, maar ik kom gewoon nooit op die tweede of derde pagina. Oh, dat is heel cool. Dit is het park wat we gaan gebruiken. Ja, jullie merken het al. Ik zie veel meer in deze layout dan in de vorige. Oké, de school is het volgende wat we gaan bouwen. Dus die parken zijn heel cool. Alleen wel heel erg duur, dus dat komt later. Eens een park was 320. En zoals je ziet is dat gewoon net zoveel als een van onze diensten zo ongeveer. Dus dat is eigenlijk belachelijk. Nou, ik heb hier ook nog wat industrie toegevoegd. Daar was vraag naar. Hoe zit het met de vraag naar dingen? Oké, een beetje vraag naar gemiddelde landwaarde. Maar dat komt goed uiteindelijk als we meer van die parken plaatsen. En een beetje vraag naar commercie. Ik denk dat ik daar. Nou, niet dat hele ding, maar misschien gewoon dat. Een beetje commercie maken en misschien nog wat erbij. Dat zou het moeten oplossen. Oké, we hebben ondertussen meer dan genoeg geld. De basisschool gaat toch gebouwd worden. En misschien zet ik die wel gewoon hier. Ja, het is in ieder geval goed om. Het is in ieder geval mooi om iets als een soort van punt te hebben waar je op kan focussen. En dat is denk ik wel mooi om daar een soort bochtje te hebben. Nou, is dat gelijk? Ik geloof niet dat het echt gelijk is. Dan is het weer wat minder mooi. Oké, ik ga van daar naar daar en dan hoop ik dat het ongeveer uitkomt. Ja, dat lijkt me ongeveer goed dat het gewoon op gelijke afstanden van dat kruispunt is. Nou, dat is niet perfect, maar het kan ermee door. Dit. Oh yes, dat werkt. Dat past gewoon. Het past beter dan het gemeentehuis. Dat is een voordeel. En we hebben ruimte voor alle upgrades. Nou, dat kan eigenlijk niet beter. Daar hebben we de basisschool. Dat is voor nu even ons focuspunt, maar misschien wordt het later wel iets koelers. Maar ik zie er wel echt wat in om hier gewoon twee grote megatons te hebben. Dat was niet echt mijn plan voor deze stad om belachelijk grote wolkenkrabbers te hebben, maar kom op, daar zeg je geen nee tegen als je dat zo voor je ziet. En ik geloof, nee. Even kijken, brug drukken, hoofd weg. Ja, ik wist niet zeker. Het is ook niet altijd logisch, maar ik dacht dat we hier een hangbrug van kunnen maken. Ook is het helemaal niet logisch voor zo'n soort helling. Ik dacht dat ik dat zag. Het zou cool zijn, niet logisch, maar wel cool in ieder geval. Maar ja, daar hebben we sowieso geen geld voor. Oh, maar ik ben heel blij met deze layout. Meteen al files. Het is zeker niet ideaal voor verkeer. Nou ja, ik zorg gewoon uiteindelijk dat we hier nog verbinding hebben om de twee, ja, zeg maar, de twee gebieden te verbinden. En misschien ook hier nog wel een verbinding. Misschien ondergrond, misschien gewoon aan de oppervlakte, misschien wel ergens overheen. Ik weet het niet, dat zien we later. De brandweer is langzaam. Komt waarschijnlijk door het verkeer. Dat is waar even. Dus ja, daar ga ik maar even de schuld aan geven. Want het zou gewoon de capaciteit makkelijk aan moeten kunnen. En we hebben nog geen politiebureau, maar daar hebben we ook nog geen geld voor. Ik denk dat ik gewoon weer even moet gaan wachten op geld. En dan is waarschijnlijk het politiebureau het eerst volgende wat we gaan bouwen. Oké, we zijn nu een tijdje verder en jullie zien dat er al aardig wat verkeer is. Ik wil ook even kijken naar hoe graag deze mensen willen upgraden. Sommigen willen het wel, die wonen hier. Die zijn heel gelukkig, waarschijnlijk omdat ze goed binnen bereik van alle diensten zitten. Maar de meeste willen het nog niet, dus ik ga nog niet teweeg upgraden. Wat ik wel even ga doen, is mijn lening terugbetalen. Want ja, dat zit je dan nog een hele tijd achterna die 173 per uur die we daarvoor betalen. En die is nu weg, dus dat is fijn. En we hebben nog steeds 11.000 over, dus dat is mooi. Er is een vraag naar woonwijken voor mensen met gemiddelde inkomens. Dus we gaan even met geld smijten en zo'n mooi duur park kopen. Ja, ik kan nu natuurlijk goedkope parken gaan gebruiken, maar die moet ik dan uiteindelijk weer wissen. En ik mag het gewoon heel erg goed deze dingen eruit zien. Zoals je ziet heb ik hier ook het viaduct gemaakt. En ja, dat is nou niet echt mijn meest favoriete ding. Waarschijnlijk gaan we dat uiteindelijk weer gewoon ondergronds doen. Want dat ziet er echt niet uit. Of we doen het gewoon niet. Want ik denk ook niet dat veel mensen het gaan gebruiken. Ja, ik heb ook wat palmbomen langs de wegen geplaatst. Je ziet het niet altijd duidelijk. Omdat er ook gewoon allemaal palmbomen in die parken staan. En in die. En gewoon langs alle huizen eigenlijk. Dus ja, het valt niet altijd veel op. En we hebben veel verlaten gebouwen. Dat geeft aan dat het niet altijd goed geregeld is in deze stad. Ja, ik ben hier doorgegaan met het patroon.
En kijk, ik kan hier niet oneindig lang doorgaan met dezelfde soort bocht. Want uiteindelijk krijg je een heel erg ver uitgerekt ruitje. Nou, misschien kan het wel, zeg maar, tot hier. Ja, ik weet niet. Is het nog acceptabel? Want uiteindelijk wordt het gewoon heel erg inefficiënt. Oké, ik kan het gewoon tot daar doen. En dan sloop ik dat voor nu. En dat loopt nog een beetje rottig, maar dat komt misschien later. Dus dat ziet er redelijk uit. We hebben daar ruimte voor het treinstation om daar te verbinden met de baan. Ik weet niet zeker of ik dat ga houden. Ja, het is super inefficiënt. Uiteindelijk komen hier nooit echt hele grote gebouwen. Kijk, daar gaat het nog wel, maar hier wordt het gewoon heel erg uitgerekt. En ik weet nou ook niet echt of ik het er goed uit vind zien. Dus dat is misschien iets wat we gaan aanpassen. Weet je wat, ik ga voor nu de tussenwegen even slopen. Want anders hebben we gewoon te weinig ruimte. En dan verdienen we te weinig. Dus nu kunnen we er gewoon... waarschijnlijk gewoon 1,5 keer zoveel mensen wonen nu ik die tussenwegen heb gesloopt. En dan zien we later wel of we dat nog gaan aanpassen. Oké, dus hoe zit het ermee? Basisschool, ja, hij heeft nog meer dan genoeg capaciteit. Het ging niet altijd goed met de gezondheid. 2 sterfgevallen per dag vind ik heel erg veel. Dus misschien is het handig om een ambulance toe te voegen. Dat kost 200 per uur. Maar het zou zomaar nodig kunnen zijn. Oké, dus daar hebben we een ambulance. Het is een beetje de vraag wat de volgende stap gaat zijn. Kijk, we zijn nog lang niet op het punt dat we megatons kunnen gaan bouwen. Want de beginprijs is 120.000 en dan willen we natuurlijk het liefst een elite megatoren. Maar daar zijn we nog lang niet. Dus ja, ik ben nu een beetje aan het nadenken wat het volgende zou zijn. We kunnen wel even kijken naar hoeveel ruimte dit inneemt. En als ik het zo zie, denk ik dat het net niet gaat passen. Zeg maar, SimCity kennende, die zorgt er altijd voor dat het net niet past. En zijn de elite groter dan de normale? Ik geloof het niet. Kijk, als we nou even kijken hoe groot het is vergeleken met dat ruitje. Het lijkt een beetje op het oude Windows-logo. Misschien zijn de elite juist kleiner als ik het zo zie. Nee, ze zijn gewoon even groot. Oké, dus ik weet niet zeker of dat zou passen. Daarvoor moeten we misschien een beetje afwijken van de gidsen. Maar dat, ja, zien we wel als we daar genoeg geld voor hebben. Dus ja, ik kan ook een vliegveld bouwen en dan kijken of ik geld op die manier kan transporteren. Maar dan zouden we ook ruimte moeten vinden in de andere stad om een vliegveld te bouwen. Maar dat is misschien wel haalbaar als we gewoon even tijdelijk wat ruimte reserveren. Oké, we zitten nu met de landwaarde. We hebben een best hoge landwaarde voor een beginnende stad. Niet al te veel inwoners, maar wel hoge landwaarde. Ja, na nou, gemiddelde landwaarde. Maar voor mijn gevoel is het al best wel hoog voor hoe ver we in het spel zijn. Ja, 3 misdaden per dag, 2 sterfgevallen per dag. Ik snap niet hoe het waarderingscijfer nog steeds zo hoog kan zijn. Maar het gaat waarschijnlijk ook heel erg dalen in de toekomst als die aantallen zo blijven. Wie wil een hogere landwaarde? Ik zie eigenlijk geen problemen. Oké, geen winkelaars. Want het kunnen van die mensen zijn die net in het twijfelgebied zitten, zeg maar. Dat is dan natuurlijk wel vervelend. Maar ja, wordt dan gewoon een gebouw met... voor mensen met lage inkomens, zoals al deze mensen die daar gewoon een heel gelukkig leven hebben en ook gewoon bijna willen upgraden. Daar willen ook mensen bijna upgraden. Dat is mooi. Oh, het is zelfs gewoon geel. Zo erg is het aan het worden. Oké, ja, verwonding, ziekte. 8 van de 20 gewonden per dag behandeld. 9 van de 11. Dat zijn grote getallen. Dat zie je meestal niet in zo'n kleine stad. 1 misdaad per dag is wat te doen, maar ja, het is ook pas 3 uur 's ochtends, dus je weet niet wat er nog gaat komen. Brandsituatie is nu wel oké. Hoe zit het met standaardvoorzieningen? Oké, dat is goed, dat is goed, en dat is goed. Oké, dus het gaat best oké in de stad als je kijkt naar het waarderingscijfer, maar ja, als je kijkt naar de, als je hier naar kijkt, naar wat de mensen daadwerkelijk denken, gaat het eigenlijk heel slecht. Bezorgd om misdaad, niet genoeg winkelaars, kunnen wel het vrachten gebruiken. Is er vraag naar industrie? Nee. Geen vraag naar industrie, nou ja, ik neem het maar van ze aan. Het is soms heel erg tegenstrijdig. Niet genoeg winkelaars kan ik begrijpen. Nou, eigenlijk niet, want er is geen vraag naar. Maar bij gemiddeld inkomen kan ik het wel begrijpen. Ja, oké, niet genoeg winkelaars. We hebben nog gewoon net even iets meer gemiddelde landwaarde nodig. Hebben we dat ergens in de stad? Nee, misschien is het tijd om weer een park toe te voegen. Wil ik dat geld uitgeven? Nou, wacht, ik kan hier nog wat toevoegen. Laten we dat eerst even volmaken voordat we weer 320 euro per uur uitgeven aan zo'n ja, leuk maar duur park. En ik heb ook geen zin in, eigenlijk geen zin in dat mensen voor de helft in die gemiddelde landwaarde gaan zitten. Maar ja, dat moet dan maar. Oké.
Ja, dit moeten we denk ik maar gewoon een beetje afwachten dat dit een beetje stabiel raakt. Ook als mensen opgeleid worden, wordt het ook altijd wat minder als het goed is. Oké, mensen, we zijn bijna bij het einde van de episode aangekomen. Ik heb 50.000 euro, dus ik denk dat ik nu de weg hier weg ga halen. Wacht nog heel even kijken naar wat voor opties we nou het upgraden zouden hebben. Nee, oké, ik zie toch niks interessants erbij. Ik ga het gewoon slopen. Ik vind dat het zicht veel te veel belemmert. Dus ja, die huizen gaan ook helaas weg. Ik probeer gewoon ondergronds te gaan. En we kunnen zelfs twee kanten op. Dat we hier een soort van Y-splitsing hebben, ga ik het maar even noemen. Het is niet echt een T-splitsing, maar een Y-splitsing. Zorg ervoor dat ik met de hoofdweg er daar uitkom. En dan verbinden we het waarschijnlijk later pas met een hoofdweg met de industrie. Voor nu even een. Ja, even een goedkopere weg. Ik ben benieuwd hoe duur dit gaat zijn. Oké, dus we gaan volgens de gidsen gaan we hier naar beneden. We moeten wel even wat meer ruimte nemen. Kijken. Ja, het hoeft niet precies volgens de gidsen. Het zou wel fijn zijn als het ongeveer ging. Dus het gaat er vooral om dat ik er daar op het goede moment in ga. Ja, nou niet in ga, want ik ga er hier natuurlijk wel in. Maar dat ik gewoon hier ongeveer op het goede punt langskom. Ook al zie je dat niet echt, maar je gaat het toch wel merken. Dan merk je gewoon dat er iets niet klopt aan de vorm. Denk ik dat er gaat gebeuren. Is dat oké? Okay? Ik denk dat het oké is. Het kost 19.000. Dat is natuurlijk belachelijk om uit te geven. Maar ik wil gewoon meteen wat goeds doen met de layout. Oké, dus dat is dat. Kan misschien later nog worden aangepast. Maar het is eigenlijk, je hebt altijd in steden in SimCity, heb je aan het begin van de stad een hele grote brede hoofdweg. En die laten we hier meteen de grond in gaan. Dus dan heb je er minder last van. Nou, dit is gewoon sowieso niet te doen om hier een I-splitsing van te maken. Dus dat is wel een beetje jammer. Misschien zou het er beter uitzien om eerst recht te gaan en dan pas een bocht te maken. Dat mooi in het midden zit. Dat kan ik proberen, maar dan moet ik de hele tunnel slopen. En die is heel duur. Dus dat gaan we voor nu niet doen. Ik denk dat ik even ga kijken naar. Ja, oké, hier willen mensen upgraden. Dus deze wegen gaan we upgraden naar een redelijk drukke weg. En die mensen willen upgraden. Die misschien. Gewoon even dat we alvast een paar appartementen krijgen. Zodat we wat meer inwoners krijgen. Zodat we ook in de volgende episode meer geld kunnen verdienen. Maar we hebben nu 24.000. Dus dat gaat eigenlijk best oké. Dus ja, dat was over deze episode. Oh, ik ben vergeten dit te verbinden met de normale weg. Nu, ja, kunnen we ze helemaal niet bereiken. Dit is misschien nog wel even cool om. Ja, ook al is het tijdelijk. We kunnen er iets cools van maken. En dit, ja, is niet zo heel goed voor het verkeer. Een zandweg naar de industrie. Dat is natuurlijk geen goed idee, maar dat is gewoon even de tijdelijke oplossing. En ja, het is mogelijk om hele coole spiralen te maken, maar daar ga ik nu niet echt voor. Vanwege dat het veel geld kost. En waarom gaan we hier veel te hoog? Dat is toch wel even raar. Maar ik ga het maar gewoon doen. Het is tijdelijk. Dus ja, zelfs zo'n bocht kan er al heel erg cool uitzien. Alleen dit kleine dingetje, dit zorgt dan weer voor dat het er heel onrealistisch uitziet. Heel erg apart. Ik wil het nog wel even fixen eigenlijk deze episode. Ja, dat is beter. Dat is een stuk beter. Ja, die bochtige wegen die de lucht in gaan zien er ook niet zo goed uit met zandwegen. Maar dat is in ieder geval beter dan. Het is een stuk beter dan die weg die we eerst hadden. Eerst vond ik dat heel cool. Maar het heeft ook wel iets unieks om de weg gewoon meteen de grond in te laten gaan. In plaats van dat het eerste beeld is van je stad. Die grote hoofdweg. En hier verdwijnt die gewoon een beetje. Dus ik hoop in de volgende episode genoeg geld te krijgen om megatons te bouwen. Dus klinkt misschien nog heel ver weg. Maar het is wel echt iets waar ik graag aan wil beginnen. En daarmee kunnen we ook gewoon veel winst maken. Dus misschien moeten we om tot dat punt te komen een andere manier vinden om winst te maken. Of we moeten geld van stad naar stad gaan sturen. En dan moet ik een vliegveld bouwen waar ik ook weer geld voor nodig heb. Dus dat is best wel veel gedoe. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.